Voor ons komt hier nu wel een grens en een punt dat we zeggen van ja, maar de aardappeloogst, hier draait het om voor ons. Dit is ons dingetje, dit is onze opbrengst, dit wordt straks ons inkomen. En dat kan ik niet maar te grabbel gooien en vanwege een groenbemester zaaien en vanwege kalenderlandbouw. Kijk, dit is ons aardappelperceel, een van de aardappelpercelen die er dus volgens de regels voor het weekend uit moet. Maar ze zijn nog niet zo ver. Ik zal er even eentje uithalen. Ogenschijnlijk is dit gewas natuurlijk al een heel eind retour. Maar wat er nu nog moet gebeuren is dat deze aardappels moeten afharden. Kijk, deze schil die zit nog helemaal los. Als we deze nu gaan rooien, dan hebben we beschadiging, kwaliteitsverlies met alle gevolgen van dien. Door een nat en koud voorjaar konden de akkerbouwers pas laat op het land. Maar wie aardappelen verbouwt op zand- of lusgronden, zoals Martin Trip, moet voor 1 oktober de aardappel oogsten en een zogeheten groenbemester inzaaien, een vanggewas. Anders heeft dat consequenties. En dit is zo'n vanggewas, tagetes. Vroeger noemde men dat ook wel Afrikaantjes. Die zorgt ervoor dat de stikstof die nog in de bodem zit, als bijvoorbeeld de aardappels zijn geoogst, wordt gebonden. Zodat er minder meststoffen uitspoelen naar het oppervlaktewater. En dat is dus de bedoeling. Maar ja, als je oogst dus voor 1 oktober nog niet goed is, kan je dus eigenlijk ook geen vanggewas zaaien. Nou, inderdaad, dat is de kalenderlandbouw waar we het allemaal over hebben. Nogmaals, wie dat toch bedacht heeft, die staat in mijn ogen mijlenver van de praktijk af. Het is ook niet dat we tegen het zaaien van vanggewassen zijn, tegen het telen van groenbemesters zijn. Als teler, als boer weten we wel dat dat bijdraagt aan goede grond, goede groei. Alleen moet daar ons aardappelgewas, onze oogst, moet die daarvoor wijken? Dat kan toch niet? Als dus die 1 oktober regeling doorgezet gaat worden, komen ze gewoon met de praktijk in de knoei. Als we de aardappelen voor 1 oktober niet rooien, dus voor komend weekend, dan krijgen we een boete volgend jaar in de vorm van stikstofkorting in onze bemestingsruimte. Dus dat betekent dat je minder mest mag uitrijden? Ja, ja, ja. Maar dat is toch niet zo erg? Nou, we zitten de laatste jaren zijn natuurlijk de bemestingsnormen al flink omlaag gegaan. Ik heb wat gevoel dat we nu toch echt op het randje zitten qua bemesting en wat het gewas nodig heeft. Dus veel minder gaat naar alle waarschijnlijkheid ten koste van de opbrengsten. De aardappelrooier wordt omgebouwd om de uien van het land te halen. Hoewel ook daar de natuur zelf wat over te zeggen had. Deze uien zijn gerooid, even als voorbeeld. Maar deze had eigenlijk al lang opgeladen moeten worden. Maar we kunnen niet het land op vanwege de nattigheid. Het heeft vorige week enorm geregend. En ik had nog zo op de kalender gezet. Het zou droog zijn, kalenderlandbouw. Jammer dan. Jammer dan. De akkerbouwer tilt ook suikerbieten. Maar, zegt hij, ook hier zitten praktijk en regelgeving elkaar in de weg. Nou, deze suikergebieden zijn nog in volle groei. Gaan we deze na 1 november rooien, hebben we geen enkele restricties als het gaat om stikstofkorting. Maar gaan we deze in oktober rooien en een vanggewas zaaien, dan krijgen we evengoed volgend jaar stikstofkorting op onze bemestingsruimte. Ik zou zeggen, dan haal je ze toch pas na 1 november van het land? Ja, nou, heel veel telers met mij zullen dat ook bijna wensen, maar we zitten niet te wachten op restricties. Alleen de suikerfabrieken, die draaien een week, 2 weken nu. En die willen natuurlijk ook grondstoffen hebben in oktober. Wat de consequentie is van zijn aardappels niet op tijd rooien, ziet Martin volgend jaar wel. We buigen mee, hè, zover we kunnen. En we zijn wel altijd van proberen oplossingsgericht de dingen in te vullen. Maar hier, ook voor ons, komt hier nu wel een grens en een punt dat we zeggen van ja, maar de aardappeloogst, als we het alleen over de aardappel hebben, we tillen ook andere gewassen,
Maar voor de aardappeloogst, hier draait het om voor ons. Dit is ons dingetje, dit is onze opbrengst, dit wordt straks ons inkomen. En dat kan ik niet maar te grabbel gooien. En vanwege een groenbemester zaaien en vanwege kalenderlandbouw.